Energie uit water, dat is ideaal voor ons land, zou je denken. Eb en vloed genoeg en ook veel stromende rivieren. Maar vergeleken met zonne- en windenergie stelt energie uit water hier nog maar weinig voor. Dat zou kunnen gaan veranderen, want er zijn een paar succesvolle projecten. Vanuit Vlissingen is het een uurtje varen naar de eerste getijdenturbine in de Westerschelde. In het Sloeggebied, onder de rook van Borselen, wordt het verschil tussen hoog- en laagwater omgezet in energie. De rotor in de turbine is een Nederlandse vinding. Het maakt niet uit welke kant je er tegenaan kijkt. Hij ziet er altijd hetzelfde uit. Dus het maakt ook niet uit waar de stroming vandaan komt. En vaak zijn eb- en vloedstromingen niet 180 graden ten opzichte van elkaar. Voor deze rotor maakt dat helemaal niks uit. De turbine draait een jaar als proef. En die is zo succesvol dat nu wordt gemikt op een veel grootschaliger project in de Oosterschelde. Want getijdenenergie heeft grote voordelen. Eén is dat het niet zo zichtbaar is, omdat het onder water is. Het tweede is, het is heel erg voorspelbaar. Zo voorspelbaar als de stand van de maan. En het derde is dat de energiedichtheid enorm hoog is. Veel hoger, 1000 keer hoger dan in lucht. Dat klinkt als te mooi om waar te zijn. Toch wordt hier maar weinig energie uit water gehaald. Deze turbine in de Stevinsluizen bij de Afsluitdijk is een Nederlands product. Maar hij wordt alleen aan het buitenland verkocht. Dat is enerzijds dat energie uit water moeilijk is. Het is niet eenvoudig. Dat hebben we in golfenergie gezien. Ik heb zelf 12 jaar in golfenergie gedaan. Daar zit heel veel wetenschappelijk onderzoek onder. De investeringskosten zijn dus hoog. En volgens sommige deskundigen verdien je dat geld in Nederland niet terug met energie uit water. Deze systemen zijn heel mooi en elders op de wereld kunnen ze heel mooi gebruikt worden. Maar in Nederland moet je bedenken dat het water niet zo snel stroomt, dat de hoogteverschillen laag zijn en dat daardoor de opbrengst laag wordt. En een lage opbrengst betekent dus relatief hoge kosten. Toch denkt de vereniging Energie uit Water dat over 30 jaar 20% van ons energieverbruik uit water kan worden gehaald. Maar dan moet de overheid daar wel op inzetten. Met Energie uit Water heb je de gelegenheid om het Nederlandse belastinggeld in Nederland te besteden, Nederlandse industrie te bevorderen, Nederlandse werkgelegenheid te creëren met een enorme exportpotentie. De vereniging is optimistisch over de plannen voor de nieuwe afsluitdijk, waarbij energie uit water een grote rol zal spelen.